Welkom op de Graafse Akker. Dit is een stadslandbouwproject midden in de Graafse Wijk. Dit is een braakliggend stuk grond wat 15 jaar braak heeft gelegen en nooit echt een heel duidelijke functie heeft gehad. Krijgen wij terug van vroegere bewoners en gebruikers van dit terrein. En sinds 6 jaar gebruiken wij dit terrein samen met buurtbewoners om er groenten en fruit te verbouwen en ruimte te geven aan ieders idee en experiment. Het is een stuk grond wat omsloten is, waar heel veel groen is, waar het niet gelijk af en netjes hoeft te zijn, maar waar we met elkaar kunnen proberen en experimenteren, fouten kunnen maken, van kunnen leren en weer verder kunnen gaan. En die ruimte, die is er heel weinig in de stad, maar is wel heel waardevol in een stad. De visie waarvanuit Transfarmers werkt, is dat de openbare ruimte in onze gemeente, in onze stad, onze leefruimte is. En dat wij eigenlijk met elkaar kunnen bepalen en mogen bepalen wat wij daarmee doen. De openbare ruimte is van ons allemaal. Het is nooit zo dat iedereen het er altijd mee eens is. Het is wel een kracht om ergens te beginnen. Vanuit een idee, vanuit een initiatief van iemand die ergens woont. En diegene te ondersteunen bij het ontwikkelen van zijn of haar initiatief. En ervoor te zorgen dat iedereen zich mede-eigenaar kan voelen van het idee. Dus zorg dat het niet te afgekaderd is of te vast omlijnd is. Want dan kan ook de buurman of de buurvrouw die helemaal niet van wilde bloemen houdt, maar juist van een strak rozenperkje houdt, ook zijn ding daarin kwijt. En zo maak je samen de openbare ruimte veel gezelliger, veel mooier, veel biodiverser, veel socialer. De impact die de Graafse Akker in deze wijk heeft, is dat jong en oud, iemand die in een zorginstelling woont, iemand die op de basisschool zit, iemand die met pensioen is, iemand die depressief is. Iedereen kan hier meedoen en iedereen komt ook in contact met elkaar. Dus vooroordelen vallen heel erg weg, want we zijn met elkaar deze plek aan het organiseren en aan het maken. En dus hebben we ook elkaar heel erg nodig daarin. Waardoor je mensen ziet groeien, een doel in hun leven ziet vinden, elkaar weer vinden, sociale contacten en vriendschappen ontstaan, zelfs relaties ontstaan. En natuurlijk heel veel lekker gezond eten produceren met elkaar en dat ook met elkaar opeten. Ja, toen ik hier kwam was de omgeving waar wij in kwamen te wonen niet gezellig. En nu, een aantal jaar later, is het heel gezellig en wil ik hier ook niet meer weg. En zijn we er ook voor aan het zorgen dat dit kan blijven. Dat er het gebouw waar we in wonen en werken verbeterd wordt. Dat er gewoon sociale huurwoningen komen. Dat we goede faciliteiten krijgen. En daarvoor hebben we nu ook samenwerking met de corporatie Zayas. Met de gemeente. En zijn die partijen die ons eerst niet zo argwanend toekeken, zijn nu echt onze samenwerkingspartners. Deze plek ligt op een soort van kruispunt in de wijk. Aan de ene kant wonen best wel mensen met grote huizen en grote tuinen. En aan de andere kant zit een hostel waar mensen wonen met een verslavingsachtergrond. Al die mensen komen hier op dit omsloten terrein, eigenlijk een soort van kruispunt in de wijk. En die vinden elkaar en die ontmoeten elkaar. Eigenlijk een soort van neutrale grond in de wijk waar we met elkaar dit aan het doen zijn. Ik denk dat dit een expliciet voorbeeld is van bottom-up ontwikkeling, stadsontwikkeling. Er is hier denk ik 20 jaar lang dit terrein geprobeerd te ontwikkelen. Dat is niet gelukt door de grootste ontwikkelaars in ons land. Wij gaan binnenkort dus stedenbouwkundige ontwikkeling doen door 19 sociale huurwoningen te bouwen en een sociaal buurthuis te bouwen en deze plek te behouden in combinatie daarvan. Dat is de afgelopen 20 jaar niet gelukt door de grote partijen in deze stad en dat lukt ons als collectief lukt dat wel.
En ik denk dat dat wel iets is, dat als je dat ruimte geeft en daarin ook goede samenwerkingen aangaat, dat dat echt wel meerwaarde heeft. Transfarmers is er inmiddels wel van overtuigd dat elke wijk in deze stad zo'n soort plek verdient.